Yo mensen van Noem Maar Gamen, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe episode van Minecraft Survival Island hier op Noem Maar Gamen. Ik heb er uiteraard heel veel zin in om deze nieuwe video voor jullie als kijkers te gaan maken. En hopelijk hebben jullie er allemaal zin in om deze nieuwe video te gaan kijken. Jongens, knal gelijk even een blauw duimpje omhoog op deze video. De vorige keer meer dan de 1000 likes. Hopelijk houden we dat er lekker in en laten jullie massaal weer even een blauw duimpje achter op deze video. Dat zou ik namelijk heel erg tof vinden van jullie. De vorige keer heb ik natuurlijk een video gemaakt met het green screen. Er waren heel erg veel mensen die dat tof vonden, maar er waren ook een aantal mensen die zeiden: Joppe, we vinden het toch fijner om Minecraft Survival Island gewoon te kijken zoals je het altijd eigenlijk maakt. Dus gewoon lekker met je facecam linksboven. Begrijp ik uiteraard zelf ook wel. Ik vind het persoonlijk ook wat fijner om op te nemen gewoon met mijn webcam en mijn facecam linksboven, in plaats van dat al die softboxen om me heen moeten staan om het greenscreen te laten werken. Dus jongens, welkom terug bij deze nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Er staat er ook heel random een blauw schaap samen met een wit schaap. Ja, ik irriteer me er niet aan, dus die mogen mooi op mijn eilandje blijven lopen. Maar nee jongens, super tof dat we de vorige keer de 1000 likes hebben gehaald. Ik hoop echt oprecht dat we dat erin houden. En ik hoop dus ook even dat jullie even een blauw duimpje knallen. Binnen een uur gisteren hadden we de 300. Laten we proberen dat vandaag weer voor elkaar te krijgen. Zou ik echt super tof vinden. In ieder geval, wat gaan wij deze nieuwe episode van Minecraft Survival Island doen? Ik heb in mijn e-mail heel erg veel vette ideeën ontvangen voor dingen die ik nog zou kunnen maken rondom mijn eilandje. En dat vind ik natuurlijk super awesome. Een van de dingen die ik heb ontvangen is het volgende. En ik zal jullie gelijk even laten zien wat iemand zei wat ik kon gaan maken. Want ik vond het er namelijk over het algemeen vrij episch uitzien. Iemand die zei namelijk: probeer dit te maken. En dan moet ik eerst even kijken waar ik dat het best kan gaan doen. Want ik zie namelijk dat het strand niet heel erg groot is. Ik zou het hier wel kunnen doen. Mensen zeiden namelijk: je moet dit doen. En kijk, dat ziet er toch wel echt super episch uit. Gewoon een soort van, ja, lichtstoel eigenlijk. Dan kunnen we het zo doen. En als we dan hier ook eentje plaatsen, dan kunnen we als het goed is hier in het midden weer zo'n mooie parasol doen. Die er dan eigenlijk voor zorgt dat je het niet heel erg warm krijgt en dat je niet verbrandt. Want we willen natuurlijk wel kunnen genieten op het eilandje. Daarvoor is het wel handig dat we even een parasol erboven zetten. Die maak ik zo. En dan kan ik hier even wat wol bovenop plaatsen. Voor de rest hebben we natuurlijk de vorige episode dat mooie hutje daar gemaakt waar je drinken en zo kan halen. Ik moet dat hutje nog een beetje inrichten, maar dan kunnen we deze episode ook wel doen. Maar wat ik eerst even wil doen, ik was allereerst even snel wat wol erbij pakken. En heel even kijken waar ik het parasol het beste, ja, ik kan hem denk ik het best maken van geel. Dat ziet er denk ik wel het mooiste uit. En die carpets, heel veel mensen zeiden dat het misschien leuker was om die carpets er niet op te doen. Ik zal heel even kijken hoe het er dan uitziet. Want over het algemeen ben ik er ook niet heel erg tevreden over. Je moet echt precies met je cursor op dat randje gaan zitten, voor je het op de juiste manier weghalen. Kijk, dit ziet er denk ik ook wat mooier uit. Gewoon wat basicer om het even op die manier te benadrukken. Anders ziet het er weer zo druk uit. Dus ik ga het even kijken. Zie dit er mooi? Ja, ik vind het eigenlijk allebei wel mooi. Dan had ik het toch maar opdouwen eigenlijk. Want op een of andere manier spreekt het me toch wel wat meer aan. Het heeft wat meer vorm om het even op die manier te benadrukken. Dus laten we het er lekker ophouden. Kijk, ziet er hartstikke mooi uit. Hakken we dit weg. Ik snap jullie, ik snap sommige mensen wel die dan zeggen van het ziet er een beetje druk uit. Maar op een of andere manier heeft het ook wel weer wat. Dus ik hou het even lekker zo. Voor de rest gaan we dus wel even snel dit gedeelte van de parasol afmaken. Daarbovenop kan ik denk ik het beste roze doen, want dat heb ik namelijk nog niet gedaan. Dus dan maak ik heel even snel wat roze carpets. Daar heb ik er momenteel 7 van. En die plaats ik dan even hier bovenop de parasol. Vind ik het namelijk wel mooi uitzien. Voor de rest had ik nog even een kleine vraag aan jullie rondom Minecraft. Ik had namelijk natuurlijk een tijdje geleden een Minecraft Survival serie op Noem Maar Gamen. En mijn vraag was aan jullie: zouden jullie dat weer terug willen op Noem Maar Gamen? Laat hier beneden even weten in de comments of jullie graag weer de Minecraft Survival serie op Noem Maar Gamen willen zien. Dus eigenlijk gewoon lekker basic Minecraft Survival. De laatste keer dat ik dat heb gedaan was geloof ik samen met Mark van Smoor. En als jullie dat meer willen, laat me dan zeker weten even beneden weten in de comments. Want dan zou ik eventueel die serie kunnen gaan hervatten. Voor de rest, oké, nou dit ziet er episch uit. Gewoon een mooi zonnegedeelte, een zongedeelte. Ik zou er nog wel even wat van die dingen bij willen zetten, van die bekers. Dat heeft namelijk wel een mooi effect. Dan heb je echt het idee alsof je op het strand zit, zeg maar. Van die flowerpots eigenlijk. Ja, ik noem het wel bekers, maar het zijn eigenlijk gewoon flowerpots. Maar dat maakt mij helemaal niet uit. Ik vind het er namelijk gewoon fucking episch uitzien. Dus bij deze, kijk, dat houdt het even wat, het heeft wel wat. Voor de rest ben ik nog een beetje aan het rondkijken of ik misschien hier nog wat moois erbij kan maken. Ik moet natuurlijk nog even een gedeelte erbij maken van steen. Of niet van steen. Maar ik moet de onderkant moet ik hier van steen gaan doen. En dan moet ik daar bovenop zand leggen. Ik zit even te kijken. Want het leek me eigenlijk wel een vet idee om daar ook nog een chill gedeelte te gaan maken. Dus als we nou eerst even zorgen dat we een soort van bruggetje hier naar de overkant maken. Dat zou over het algemeen wel vet zijn. Want dit is namelijk een soort van het bargedeelte. Waar je dus lekker op kan zitten en wat kan gaan drinken. Kan ik er gewoon lekker op? Kan ik er wel opkomen überhaupt? Ja, dat ik er wel op kan komen. Even kijken. Nee, ik kan er niet eens op komen. Oh my god. Maar dat maakt niet uit. We kunnen trouwens, wat mensen zeiden, dat vond ik persoonlijk wel een leuk idee, is om het iets realistischer te maken. Dan moet ik even iets pakken. Want ik moet toch even naar mijn opslagkamer toe voor het pakken van het steen. Dus ik ga er sowieso ook even naartoe voor het ophalen van iets anders wat best wel heel erg mooi is voor een detail. Heel veel mensen zeiden namelijk tegen mij: je hebt jouw item frames gebruikt en je doet daar stairs in. Dan lijkt dat een soort van leuningen voor je stoel. En dat leek me over het algemeen een vrij leuk idee. Dus ik ga wel even kijken hoe dat eruit ziet als ik het ook daadwerkelijk ga toepassen bij mijn stoelen. Of eigenlijk niet echt bij mijn stoelen, maar meer bij mijn trappen eigenlijk. Maar we zien het natuurlijk als stoelen, zoals jullie misschien wel begrijpen. Dus deze ding ik neem nog even mee. Of nee, die had ik al of niet. Ik weet het niet meer. Nou ja, dan laat ik die heel even hier nu. Item frames, die heb ik ook ergens in gedaan. Weet je wat ik doe? Ik maak wel even een paar opnieuw. Ik heb hier namelijk genoeg leer bij zitten. Hoppakee. Dat heb ik dus nodig.
Dan heb ik nog even wat boonmeel nodig. Of heb ik dat nog bij me? Ik heb nog één boon bij me. Dus ik neem nog heel even wat meer boonmeel mee. Ik heb niet meer heel erg veel bones. Dus we moeten binnenkort nog heel even gaan PvP'en voor wat meer bones. Maar over het algemeen een vrij goed plan. Voor de rest hebben we eigenlijk vrij weinig nodig, denk ik. Nee, we hebben natuurlijk nog... Ja, voor dat detail hebben we die iframes nodig. En stairs, die hebben we al. Oh ja, en we hebben stenen nodig. Want dat was eigenlijk hetgeen waarvoor we hier helemaal naartoe gingen. Zo, want die heb ik namelijk nodig voor het maken van de ondergrond waar het zand op gaat komen. We willen namelijk wel een heel erg mooi eilandje gaan maken natuurlijk. En wat me ook vet leek, en wat heel veel mensen ook tegen mij zeiden, is: joh, maak een klein steigertje. Dus eigenlijk gewoon een soort van stukje waar de bootjes aan vast liggen. Nou, het leek mij persoonlijk een super awesome idee. Dus ik ga ook nog een steigertje maken. Ik heb daar natuurlijk ook al een klein steigertje gemaakt. Maar ik wilde eigenlijk nog eentje maken. En dan zeg maar, het leek me vet om hier zeg maar een steiger te gaan maken. Of nee, dan kan ik die denk ik beter hier zo gaan maken. Dat hier zo de steiger komt. Die komt dan helemaal hier zo langs deze zitting zeg maar. Met die flowerpot ernaast. Tot en met ongeveer daar. Nou, daar is natuurlijk een beetje moeilijk. Maar ongeveer 20 blokjes hier vanaf. Of nou 15 of zo. En dan hebben we een mooie steiger. En dan leg ik een paar bootjes naast. Of eigenlijk gewoon dat mensen ook nog even een bootje kunnen huren zeg maar. Lijkt mij persoonlijk een leuk idee. Maar eerst ga ik dus heel even een soort van bruggedeel te maken. Want het leek me wel leuk om daar ook nog wat te doen. En voor de mensen die denken, joh, hoe ga je dat maken? Dat maak ik gewoon van steen. En dan leg ik dan de zand boven. Hoor. Dat is eigenlijk de makkelijkste manier om het aan te kleden, zeg maar. Maar laat me dus beneden even weten in de comments of jullie nog een Minecraft Survival serie hier op Doe Maar Gamen willen. Of niet zozeer nog een Minecraft Survival serie, maar of jullie willen dat ik de Minecraft Survival serie gewoon weer ga voortzetten. Lijkt mij persoonlijk wel een leuk idee, maar het is natuurlijk ook aan jullie, want jullie zijn natuurlijk degene die het kijken. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat het me hier beneden even weten in de reacties. Dus eerst ga ik even dit doen. En heel veel mensen zeiden ook dat ik weer binnenkort een nieuw standbeeld moet gaan maken voor op mijn eilandje. Dat leek mij persoonlijk ook een heel erg leuk idee. Maar daarvoor moeten we natuurlijk wel eens even weten wat voor soort standbeeld wij gaan maken. Want ik heb momenteel niet echt een goed idee voor wat voor soort standbeeld ik zou kunnen maken. Oké, nou dit is in ieder geval gefixt. Hier zouden we eventueel iets van stoelen kunnen neerzetten. Daar wacht ik nog even mee. Want ik moet namelijk sowieso daar eerst nog even zand van maken. Dus het lijkt me een handig idee om dat eerst gewoon even zo te houden. Dus wat we gaan doen, is we gaan gewoon beginnen met het maken van een steigertje. Maar eerst natuurlijk even die details die ik aan jullie wou laten zien. Dat is geloof ik niet heel moeilijk te maken. We hebben sowieso wat meer hout nodig, dus dan doe ik heel even snel zo. Heb ik nog niet eens genoeg. Moet ik heel even denken, ik zit hier... Oh kut, dat was helemaal niet de bedoeling. Zit hier nog wat hout in? Ja, er zit hier nog een klein beetje hout in. Dan kan ik dat gebruiken voor het maken van de detail. En dan kan ik daarna weer verder gaan met het verzamelen van oakwood. Want ik wil namelijk die steiger denk ik ook wel van oakwood maken. Als ik dan dit meeneem zo, en ik doe deze twee in het midden, hoppakee. Dan kan ik als het goed is daar zeg maar iets heel vets mee doen. Ik ga jullie even laten zien wat ik ermee bedoel. Ik denk dat jullie het al wel weten. En of het er mooi uitziet, dat weet ik niet. Maar mensen zeiden dat ik dit moest doen. En als het goed is, kan ik dan hier een ster in doen. Als ik die bij me heb. Ja, ik heb hier twee sters. En dan, ik denk zo. Kijk. Het heeft wel wat. Maar alleen de vraag is een beetje, gaan we het zo houden? Ik vind eigenlijk dat het wel mooi staat. Het is gewoon een beetje een soort van geïmproviseerd. Maar toch ziet het er wel heel erg vet uit. Dus laten we dat zeker weten zo gaan houden. Dus wat we eerst even gaan doen. We gaan eerst even wat dingen nog in de kist dumpen. Want ik heb namelijk eigenlijk even mijn oakwood saplings nodig. Ik heb namelijk even... Oh, die heb ik hier bij me. Mooi zo. Ik heb namelijk sowieso even wat meer oakwood nodig. Ik neem aan dat er ook wel weer wat oakwoodbomen gegroeid zijn. Omdat ik namelijk eigenlijk bijna altijd die saplings weer terugplant. Even kijken. Nee, dus er is geen eentje gegroeid. Dan moet ik die even opnieuw neerzetten. Ik wil namelijk zoveel mogelijk oakwood hebben. Ik zou natuurlijk eventueel naar het vasteland kunnen om het daar te gaan verzamelen. Maar het lijkt me persoonlijk een handiger idee om het even snel hier te gaan doen. Voor de rest zouden we eventueel ook nog iets met meloenen kunnen doen. Geen idee waarom meloenen bij een eilandje horen maar zo, of bij een strand. Ik zeg elke keer eilandje. Ik heb geen idee waarom ik strand en eiland met elkaar verwar. Ik weet het niet. Dat is heel apart. Vandaag heb ik trouwens maar 2 uurtjes school gehad. Wat over het algemeen best wel een leuk detail is. Het was namelijk zo dat vandaag de eerste 3 uur les verviel. En het laatste uur les ook. Dus we hebben in plaats van 6 uur les vandaag 3 uur les gehad. Wat over het algemeen natuurlijk echt super weinig is. Ik bedoel 3 uur les. Of 2 uur les, sorry. 2 uur les. Dat is over het algemeen natuurlijk echt super weinig. Dat is in totaal maar gewoon 1 uur en 40 minuten school. Want je hebt namelijk maar 50 minuten les. Dat noem je nou eigenlijk gewoon 1 lesuur natuurlijk. Maar het is eigenlijk maar 50 minuten. Dus ik heb vandaag een lekker kort dagje school gehad. Het is nu momenteel wel 3:30. Ik heb daar nog even wat dingen voor jullie opgenomen. Ik heb nog even wat dingen voor jullie geëdit en dat ga ik zo meteen ook nog even doen, want ik wil natuurlijk wel nog heel wat vette content voor jullie kunnen maken. En dat is ook de reden waarom ik nu even lekker Survival Island voor jullie aan het opnemen ben. En jullie waren gisteren over het algemeen best wel enthousiast over hoe het strand eruit kwam te zien. En daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee, want ik heb veel moeite in het strand gestoken om het even op die manier te benadrukken. Of nou, veel moeite. Jullie hebben natuurlijk de vorige video kunnen zien. Dat was de vorige episode, een episode van 38 minuten. En normaal gesproken heb ik nooit zulke lange Survival Island episodes, dus ik hoop dat jullie dat vet vonden. En als jullie dat leuk vinden, dan hoor ik het graag van jullie. Door het hier in de comments te lezen. Want ik vind het sowieso vet om jullie feedback te krijgen op mijn video's. Daar kan ik namelijk weer van leren. En zo kan ik ook zeg maar weer tips van jullie krijgen hoe ik mijn video's eigenlijk kan improviseren. Of hoe zeg je dat? Niet kan improviseren, maar kan... Oh shit, ik moet wel even dat lokje ding daar weghakken. Zo. Wacht even hoor. Ik moet wel even kijken hoe ik die laatste loks daar weg kan hakken. Dan zitten ze namelijk een beetje in de weg.
Zo, oké, okay, die daar. Nou, ik wou eigenlijk zeggen, dan leer ik ook weer... Shit, sorry. Dan leer ik ook hoe ik mijn video's kan optimaliseren nu. En dat vind ik over het algemeen. Ik zei net om improviseren. Of improviseren. Ja, nee, niet improviseren, maar optimaliseren. Want dat vind ik super vet. Dus alle feedback wordt gewaardeerd. Jullie kunnen het hier beneden altijd in de comments achterlaten. Of jullie nog dingen hebben waarvan jullie denken... Job, dat kun je beter zo en zo doen. Want dat vind ik super awesome. Maar eerst natuurlijk nog even het hout weghakken. Oh, dat is toch moeilijk om daar te komen, jongens. Ik heb altijd zo scheidhekel eraan als ik veel moeite moet doen om de laatste loxen te bomen weg te hakken. Maar op die manier heb je natuurlijk wel meer hout uiteindelijk. Dus dat is over het algemeen wel weer een groot voordeel. Maar het is natuurlijk wel vervelend om dat elke keer opnieuw te moeten doen. Want dan val je dus net zoals ik nu ervaar naar beneden. En dat wil je niet. Dus ik ga even snel naar boven toe. Hoppakee. En dan hak ik nog heel even die laatste loxje weg. Voor de rest ben ik dus aankomende maandag en dinsdag vrij. Waar ik over het algemeen natuurlijk hartstikke blij mee ben. Want dat houdt dus in dat ik lekker veel voor jullie kan doen. Ik ga lekker veel voor jullie vloggen als mijn actioncam gefixt is. Mijn actioncam is namelijk momenteel heel even naar een makelaar toe. Want, of naar een makelaar. Nee, naar een fotowinkel. De fotowinkel waar ik hem eigenlijk heb gekocht. Want er was dus blijkbaar iets mis met de software van mijn actioncam. Waardoor ik hem dus niet kon gebruiken. Wat ik over het algemeen natuurlijk heel erg kloten vond. Want ik wou natuurlijk lekker veel dingen voor jullie opnemen met dat mooie ding. Alleen dat is me jammer genoeg nog niet gelukt. Maar dat ga ik natuurlijk nog wel doen. Maar in ieder geval ga ik even snel slapen. Want het is namelijk nacht. En ik vind het een beetje vervelend om 's nachts te werk te gaan. Want dat kan namelijk verkeerd uitpakken. Maar 2 uurtjes les, jongens. Dat was over het algemeen een vrij chill dagje. Ik had vandaag geschiedenis en ik had vandaag wiskunde van meneer A. En het was best wel ironisch vandaag met wiskunde. Want we moesten namelijk vandaag met wiskunde een vragenlijst invoeren. Of invullen eigenlijk. Want invoeren doe je meestal op computer en invullen doe je meestal handmatig met de pen. Maar waarom moest ik nou een vragenlijst over invullen? En waarom? Nou, ik moest een vragenlijst invullen over de manier van lesgeven van meneer A. Om het even op die manier te benadrukken. En toen had je eigenlijk bij elke vraag die in die vragenlijst stond. Het waren er geloof ik een stuk of 24. Heb ik me even toevallig in de chat gedaan bij het stand of heb ik die hierin gedaan? Ik zal even kijken. Had je zeg maar de mogelijkheid om te kiezen uit 4 smileys. En 1 smiley die keek zo. Eentje keek zo. Eentje keek zo. Eentje keek zo. Eentje keek zo. Met andere woorden, je had eigenlijk 5 verschillende soorten smileys. Van heel blij naar minder blij naar heel verdrietig. En je moest dus eigenlijk gewoon antwoord geven op de vragen door middel van smileys. Dus als bijvoorbeeld stond van, wat vind je van de manier van lesgeven van meneer A? Ja, dan moet je dus gewoon eigenlijk een soort van smiley geven. Nou, ik heb over het algemeen wel een beetje een slechte beoordeling gegeven. Want ja, weet je, ik vind de manier van lesgeven van hem niet echt heel erg goed, als ik eerlijk mag zijn. Maar het was in principe wel goed dat ze dat zo doen op school. Dat je zeg maar gewoon een mogelijkheid krijgt om... Laat ik het zo zeggen, ze doen in ieder geval hun best om de leraren hun werk beter te laten doen, om het even op die manier te benadrukken. En ze laten hun, en zo kun je laten zien eigenlijk welke leraren wel daadwerkelijk hun werk goed doen, om het even op die manier te benadrukken. Of nou, niet echt daadwerkelijk hun werk goed doen, want het is natuurlijk niet zo dat als bijvoorbeeld de ene persoon die houdt van wat strengere leraren, die wat meer focust zijn op het werk, en sommigen houden van wat meer grappige leraren, dat is gewoon verschillend. Alleen... bij sommige vakken halen kinderen gewoon heel erg veel onvoldoendes. En dan is dat natuurlijk. Dan ligt dat natuurlijk niet alleen bij de leerlingen. Want ik bedoel, als de leraar gewoon de leerlingen duidelijk uitlegt wat er moet gebeuren. Dan is het voor de leerlingen ook makkelijker om een voldoende te halen voor een toets. Maar in ieder geval, dat dus. Ik heb vandaag een vrij chill dagje school gehad. 2 uurtjes. En ik heb een vragenlijst moeten invullen bij wiskunde. Het was over het algemeen wel een chill dagje. Naast het feit dus dat ik wel wiskunde had en geschiedenis. Maar ja, dat zijn over het algemeen 2 vakken die ik niet heel erg vind. Tenminste, wiskunde vind ik dan natuurlijk wel kloten. Maar geschiedenis vind ik over het algemeen een vrij leuk vak. Ik vind het niet echt een super vak. Maar ik vind het interessant. En dat scheelt toch wel als je iets interessant vindt. Dan vind je het gelijk fijner om een les over te krijgen dan iets wat je totaal niet interessant vindt. Dus dat is wel fijn. En ik moet heel even snel mijn leer erbij pakken. Want ik wil namelijk natuurlijk wel even wat meer itemframes kunnen maken. Dus bij deze, hoeveel itemframes hebben we? Maar kijk, fijn, dat is geloof ik niet genoeg. Dus laten we proberen wat meer te maken. Daarvoor moet ik nog heel even, kan ik beter even dit doen. Zo, oké. Ik dacht dit wel kan. Is dit genoeg? Ja, dit is meer als genoeg. Loopt ook heel random in één keer een schaap nu ik aan het craften ben. Alsof het niets is. Oké, ik heb momenteel 9 itemframes. Die ga ik gelijk even gebruiken. Om hier dus een beetje dat mooie, ja, een beetje fancy eruit te laten zien, zeg maar. Ik vind dat het chill uitzien. En ook blij dat dit ding geen heel blok inneemt. Want soms heb je dat. Dat het echt letterlijk een heel blokje inneemt. Waardoor je het, zeg maar, niet naast elkaar kan plaatsen. En ik heb geen idee waarom ik met deze ding in één keer one hit one kan killen, zeg maar. Elke keer wanneer ik nu in één keer een skeleton sla met mijn zwaard, is hij in één keer dood. Sinds wanneer is dat dan weer? Normaal gesproken moet ik ze echt 2 of 3 keer slaan. Echt fucking raar. Maar wel vet natuurlijk. Oké. Ik heb dus nog heel even wat meer van die. Ik moet al zo even nog wat shit dumpen. Want ik zit even met mijn hele inventaris voor mijn troep. Die ik momenteel nog niet echt ga nodig hebben. Dus wat ik ga doen. Ik ga heel even snel nog wat van die stairs maken. Die heb ik namelijk nodig voor de itemframes. Heel even kijken of dat eruit gaat zien. Nou, ik heb in principe wel genoeg. 2, 4, 6, 8. Ja, ik heb precies genoeg. Zo, je moet ze wel op een bepaalde manier erin zetten, op een bepaalde houding. Dan ziet het er namelijk het mooiste uit. En dat is toch denk ik wel deze houding. Oh shit, er is een iframe vanaf gegaan. Ik had dat zelf heb gedaan. Tenminste, ik hoop het wel. Het zou een beetje raar zijn als ze er vanzelf afgingen. Kijk, dit vind ik er over het algemeen vrij vet uitzien. Het enige wat ik nu eigenlijk nog moet doen is hier een beetje de boel gaan inrichten. Want het lijkt me vrij onlogisch dat je hier drankjes kan kopen zonder dat hier überhaupt een automaat staat of iets in die trant. Dus daarom maak ik heel even snel een chest. En daar gooi ik gewoon een paar drankjes in. Dus eigenlijk gewoon een paar bottles met water of een paar potions of zo. Ik heb geen idee wat ik er precies in ga doen. Maar dat zie
zien we vanzelf wel. Dus wat ik dan doe, dan pak ik dit en dan zet ik deze heel even daar neer. En even kijken, oh, ik liep de verkeerde kant op. En dan kan ik eventueel nog even een itemframe op plaatsen met de items die er zeg maar in zitten. Dat is denk ik wel een leuk idee. Dus dan zou ik deze gewoon, ik denk hier neer kunnen zetten of stuk hem in de hoek neerzetten. Lekker maar in de hoek neerzetten. Dan kan ik er namelijk ook nog even een workbench bij zetten. Dat is misschien ook wel leuk, dat is ook wel handig om erbij te hebben. Dat heb je bijna namelijk overal staan. En dan zou ik hier eventueel nog een furniture kunnen neerzetten, zodat je ook wat snacks kan halen. En dan kan ik wel even, ik zou overal beter wel even iets op kunnen zetten. Want dan zet ik hier dit op. En dan kan je hier ook misschien iets kunnen plaatsen van bijvoorbeeld een schep of zo. Geen idee dat je bijvoorbeeld zandkastelen kan bouwen. Want een schep is over het algemeen niet echt iets van. Oh, what the fuck? Wat heel raar is om te krijgen bij een strand. Maar wat is dit? Kijk dan. Oh, hè? Huh? Oh, what the fuck? Dit is echt heel retarded. Ik heb geen idee hoe dit kan. Maar het zag over het algemeen vrij episch uit. Kun je trouwens dit hier ook op plaatsen? Net kan niet. Het zou wel jammer zijn. Of zou wel leuk zijn als het kon. Oké, wat ik dus ga doen, ik ga dus heel even het volgende doen. Ik ga dus heel even kijken of ik het voor elkaar kan krijgen. Want ik wou dus zeg maar sowieso een wooden shovel maken, maar dat kan sowieso wel. Die maken we dus even snel. Want het enige wat ik dan nodig heb zijn nog even wat potions. Want ik moet natuurlijk sowieso potions hebben die ik op de itemframe kan plaatsen. 1 potion. Of 1 water bottles, maar net wat mooi staat, maar dan maakt het in principe niet zoveel uit. Maar scheppen is in principe wel iets wat normaal gesproken ook op een strand nodig is. Want dan kun je een beetje scheppen, kun je een zandkasteeltje bouwen en zo. Kijk, dat ziet er best wel episch uit. Die kun je dus hier laten maken, zeg maar, om het even op die manier te benadrukken. En die vinden, die staat echt zo voor de chest van mijn spullen. Ik verkoop het alleen maar voor een hele hoge prijs. Eigenlijk zouden we die dat je nog wel een naam moeten kunnen geven. Maar jammer genoeg hebben we daar nog niet de mogelijkheid toe gekregen. Wat ik wel jammer vind. Het zou wel leuk zijn namelijk. Oké. Dus wat ik even ga doen. Ik ga wel even wat van die waterbottles erbij pakken. Die kan ik trouwens ook gewoon maken. Als ik nu. Ik bedenk me opeens dat ik die ook gewoon kan maken. Ik vind het stand sowieso al best wel episch uitzien. Als ik eerlijk mag zijn. Ik vind het mooier uitzien dan eigenlijk wat ik hiervoor hier had staan. Ik heb alleen maar glass paints. Ik had eigenlijk gehoord dat ik ook nog normaal glas erbij had zitten. Maar het zijn alleen maar glass paints. En dan kun je jammer genoeg geen bottles van craften. Dus daar maak ik ze maar even van normaal glas. En dat heb ik geloof ik gewoon hier ergens in de kist zitten. Ik weet niet of ik daar een speciale kist voor heb. Ja, daar heb ik een speciale kist voor. Mooi zo. Oké, dan pak ik gewoon even de 52 glas die ik momenteel bij me heb. En dan kan ik daar heel even wat van die bottles van craften. En dan kan ik die gelijk even gaan vullen met water. Ja, weet je, ik kan natuurlijk eventueel nog wat andere soorten potions erin doen. Maar over het algemeen hoeft hij alleen maar op de itemframe te staan. En voor het idee is het wel leuk als ik ook nog wat in de chest zelf doe. Maar zoveel hoeft dat ook weer niet te zijn. Dus wat ik doe, ik ga gewoon even snel wat shit dumpen. Zodat ik in ieder geval wat bij me kan houden op deze manier. En hoeveel kan ik nu erbij doen? Ja, ik heb genoeg. Dit kan sowieso wel. Hop. Ah, jammer, net niet. Oké, maakt niet uit. Die laatste bottle hebben we niet nodig. Dan kan ik namelijk dit doen. Zet ik dit hier op. En dan doe ik de rest van de bottles hier gewoon in. Als een soort van verfrissende drankje. Om het even voor die manier te benadrukken. Die chest wordt toch nooit opengemaakt. Maar het is wel leuk voor het idee. Dus wat we gaan doen. We gaan nu even snel onze spullen weer terugpakken. Want die hebben we namelijk voor de helft hierin gedaan. Dat moet natuurlijk niet. En het lijkt me nu een handig idee als we even snel een furnace gaan maken. Waar we dan zeg maar ook iets op kunnen doen. Want ik neem aan dat je ook wel wat wil eten als je op het strand zit. Heb ik toevallig. Ik heb hier 6. Wat een beetje jammer is. Dus dan doe ik even snel 1, 2. Zo, en dan hak ik kapot met mijn vrouw Silk. Dat is niet, maar met meneer Fortune. Anders krijg ik het namelijk weer in de normale staat en dat wil ik niet. Zo. Dan heb ik in ieder geval even een furnace en die kan ik daar neerzetten. Want dat ziet er over het algemeen denk ik wel heel erg grappig uit. Want dan hebben we echt een beetje het idee dat je daar echt dingen kan kopen, zeg maar, die je nodig hebt voor op het strand. Dus pak ik heel even mijn itemframes erbij. Hoppakee. En wat gaan we hier verkopen? We gaan hier verkopen steak. Dat lijkt me over het algemeen wel een leuk idee. Hoppakee. Kijk, dan heb je nu dit. En dan zouden we hier eigenlijk nog één dingetje kunnen doen. Misschien een cauldron. Dat ze daar zeg maar de dingen vullen. Lijkt me een leuk idee dat we daar een cauldron plaatsen. Want ja, waar halen ze anders het drinken vandaan uit de zee? Lijkt me niet echt een heel erg plezant idee. Dan heb je namelijk fucking zout water. Tenminste, als het strand in Nederland zou zijn. Dus laten we maar even snel een cauldron maken. Ik denk dat we daar nog wel genoeg iron voor hebben. Denk makkelijk. We hebben namelijk de afgelopen tijd vrij veel gemined. Dus dat moet allemaal goed komen. We hebben hier momenteel 32 iron. Kijk, dat is genoeg. Had er wel een cauldron erin zitten? Nee, die had ik niet. Lego of zo. Kunnen we nog iets anders plaatsen daar? Ik denk het eigenlijk niet. Ik weet niet of het nog iets is wat we nodig hebben. Een soort frituurpan. Ja, een frituurpan wordt een beetje moeilijk om te maken. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat we er een soort van lavapoeltje neerzetten. Alleen ik ken mezelf met lava. Laten we dat maar niet doen. En zelfs straks valt die villager er zelf in. En dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Dus daarom lijkt het me een handig idee om het gewoon even op deze manier te doen. En daar is het strand. Hij moet wel echt nog veel groter worden, jongens. Want nu zie je hem bijna over het hoofd soms. Wat een beetje jammer is natuurlijk. Oké, zet ik dit hierin. En wat ik dan doe, is dan doe ik even het volgende. Ik vergeet zo weer iets mee te nemen. Of heb ik iron bij me? Ja, ik heb iron bij me, dat is het goed. Dan hoef ik namelijk niet helemaal terug te gaan. Dan kan ik namelijk even dit doen. Zo. Dan vul ik die even met water. Want wat ik namelijk wil doen, ik weet niet of het op die manier kan trouwens. Ja, kijk, dat wou ik doen. Maar zie je alles wat ik wou doen. Ik wil namelijk eigenlijk ook dit doen. Ik denk dat jullie het al kunnen verwachten wat ik ga doen. Ik wil namelijk heel even dit hier op een itemframe gaan plaatsen. Kijk, dan heb je echt een beetje het idee van, hier wordt het gehaald, het water. Hier zit het water in. En dan moeten we hier eigenlijk nog even één dingetje hebben wat eigenlijk hier zo bij past. Maar ja, wat kunnen we hier neerzetten? Wel een kist. We hebben eigenlijk al de meeste dingen wel. Een piston. Ja, dat is ook niet echt nodig om het even op die manier te benadrukken. Ik zie hem depressief kijken naar de grond. Nee, nee, meneer. Kom terug. Waag het om weg te gaan. Anders ontsla ik je hoor. Ook al loop je al een soort van zelf weg. Dus heb je eigenlijk al ontslag genomen. Ga terug. Anders ontsla ik je. Geen loon meer voor jou. Geen maandsalaris meer voor jou. Ga erin. Geen blowjobs en seksuele handelingen meer voor jou. Ook bedoel, geen maandsalaris. Zo. Oké, wat willen we daar nog hebben? Even nadenken. Jop, daar moet ook nog wel wat kunnen staan. Ik
tank. Ja, kom op. Er moet nog even iets staan waarvan je denkt... Oh ja, tuurlijk. Dat moet er ook nog zijn. Een kist, een workbench heb je natuurlijk. Wat is nog meer iets wat handig is? Ja, airconditioning. Ja, airconditioning, dat heb je natuurlijk niet in Minecraft. Ja, het is echt een beetje een moeilijk iets. Zo kan het ook wel hoor, daar gaat het niet om. Maar het zou leuk zijn als daar nog wat zou staan. Misschien gewoon iets van een flowerpot. Ja, dat is best wel leuk in principe. Dat is best tof. Ik denk dat het in principe wel grappig eruit kan zien. Dat je zeg maar gewoon een beetje, ja, decoratie hebt daarbinnen. Lijkt me ook over het algemeen wel leuk idee. Of een melon. Kun je melons halen? Is een beetje een no-go. Ik denk eigenlijk, weet je wat minder, ik heb een beter idee trouwens. Ik kan namelijk beter melon verkopen dan steak. Want melon geeft namelijk ook een beetje verfrissing. En steak niet echt. Dus melon is wat tropischer, zeg maar. Dat is wat ik wil zeggen. Oké, tof. Wat ik dus wil doen. Dan wil ik even twee van deze dingen hebben. Hoppakee. Doe ik deze even weg. En dan heb ik twee van die dingen nodig. Hoppakee. En dan doe ik twee, zeg ik. Ik zeg niet 24. Dat is een beetje veel. Of 28. Ik weet niet hoeveel te waren. Maar dat heb ik niet nodig. Oké, dan kan ik namelijk dit hier even zo hier gaan doen. Kijk, dat ziet gelijk al wat mooier uit. Ah, wat was een beetje raar trouwens. Want dan zit er namelijk melon in een furnace. Maar in een furnace kun je wel dingen opslaan. Kijk, dat kun je gewoon zo doen. Zo. Ah, dat is een beetje raar misschien, maar het kan, weet je, het kan. Wat we dan nog even zouden kunnen doen, is dat we dan dus hier een proberen als het mooi is. Ik weet niet eens of het mooi is, maar als het mooi is, zou het kunnen. Zouden we dit kunnen doen. Of. Hebben we een... Ja, of gewoon dit. Of, nee, ik weet het al. Ik weet het al wat ik wil. Ik wil gewoon een klein vensterbankje hebben. Want hij moet natuurlijk ook drinken. Hij moet natuurlijk ook de mogelijkheid hebben om te hydrateren. Dus wat we doen, pak gewoon even een bottle erbij. En dan gaan we even een leuke naam aangeven. Want wat drinkt een barman namelijk? Whisky. Ja. Of nee, een cocktail. Dat is leuker eigenlijk. Een cocktail. Laten we hem een cocktail noemen. Gewoon een cocktail. Heel basic cocktail. Zo. Even kijken. Of laten we... Nee, ik heb een andere leuke naam. Laten we even kijken. Nee, even cocktail. Nee, laten we gewoon cocktail noemen. Dat is denk ik best. Ik wil hem eerst Fabtiel noemen. Maar cocktail is denk ik wel een gepaste naam. Dus let's go. Ik wil even snel een naam geven. Kok of zo. We kunnen wel wat cocktail schrijven, geloof ik, zo. Tenminste, I'm not sure hoe je dat schrijft. Cocktail, schrijf je dat zo? Want ik zou wel even kijken hoe je cocktail schrijft. Ik geloof namelijk dat je hem cocktail. Oh, dat schrijf je. Ah, jammer, dat schrijf je al zo. Ik had namelijk gehoopt om het zo te kunnen doen. Nee. Cocktail. Nice. Oké, in plaats van die. Hoppakee, cocktail. Kunnen we natuurlijk niks aan drinken in doen, maar het moet wel een beetje op drinken lijken. Ik ga trouwens gelijk even slapen, maar een lekkere cocktail. Kan ik ondertussen ook tijdens het slapen genieten van een beetje alcohol. En dan gaan we deze cocktail dus wel even neerzetten in ons mooie barretje. En zodra we dat hebben gedaan, zijn we eigenlijk alweer een stukje verder. Hebben we namelijk de bar een beetje in kunnen richten. Wat over het algemeen ook wel een beetje prioritief was. En dan wil ik nog heel even verder gaan met het uitbreiden van het strand. Dat vind ik namelijk ook wel echt een prioriteit. Ah, zie mij, Lee en mij staan bij het strand. Hartstikke leuk dit. Vindt het episch uitzien. Nou, we kijken. Dan gaan we deze cocktail dus even ergens neerzetten. Die zetten wij hier neer. En waarom... Huh, hij heeft geen naam. Flowerpot. Wat? Nou, oké. Okay. Of een anvil. Een anvil zou ook kunnen. Maar ja, waar heb je nou weer een anvil voor nodig? Nee, laten we dat maar niet doen. Ik denk dat dit er moet worden. Maar dan zouden we misschien in plaats van dit... Zouden we daar ook iets van een carpet nog op kunnen leggen? Ik weet niet. Ik weet het niet. Het is leuk, alleen het is een beetje... Ik heb echt geen idee wat ik doe. Ik denk dat dit... Nou, dan doen we het gewoon zo, weet je. Ik vind het er wel goed uitzien zo. Zo, allemaal itemframes. Dat is voor de barman. Dat is voor, ja, om die dingen te vullen eigenlijk. Die frisdrankjes. Want je kunt natuurlijk niet zomaar frisdrankje uit het water gaan vissen. En dan hebben we dat in ieder geval gedaan. Ik vind het er persoonlijk alles maar uitzien. Het gaat ook een beetje om het idee dat we zeg maar wel een beetje een echt restaurantje hebben, zeg maar. Of een restaurantje. Het is niet zozeer een restaurantje. Het is meer een barretje. Want een restaurant is natuurlijk ook met zitplaatsen zo. Daar zijn ook wel drie zitplaatsen. Maar dat is natuurlijk niet wat een echt restaurant heeft. Zo. Dan gaan we nu even dit een beetje uitbreiden. Want ik wil natuurlijk wel dat mensen ook een beetje de kans hebben om ergens naartoe te lopen. En wat ook vetter zijn, is als we een soort van klein zandkasteeltje zouden kunnen maken. Dat zeg maar als je dan in die zandkasteel valt, dat je dan zeg maar weer naar het drugslab wordt toegeleid. Dat zou wel epic zijn. Dat je dan zeg maar via een zandkasteel op het strand naar een drugslab toe kan. Dat is wel leuk. Dat we dan zeg maar gewoon echt heel veel manieren hebben om bij het drugslab te komen. Een zandkasteel lijkt me best wel epic. Dus laten we dat ook maar even gaan doen. Dus dat gaan we sowieso nog doen. Even kijken. Nee, die heb ik nodig. Zo mooi. Oh, ik zinkte er bijna. Of ik zonk bijna. Zinkte is helemaal geen Nederlands. En dat is eigenlijk alles wat ik tot nu toe wou gaan doen deze episode. We hebben nu
ieder geval de boel weer een beetje kunnen uitbreiden. Laat hier uiteraard beneden in de comments weten wat jullie maar de volgende episode van Minecraft Survival Island willen gaan doen. Ik wil zien doen. Ik sta namelijk eigenlijk vrijwel voor alles open. Dus als jullie denken, ik heb nog een leuk idee voor wat je de volgende keer gaat doen, laat het dan hier beneden zeker even weten in de comments. Ik ben namelijk heel erg benieuwd met wat voor nieuwe leuke ideeën jullie zouden gaan komen. Dus laat weten, willen jullie met de volgende episode verder zien bouwen aan het kasteel? Willen jullie met de volgende episode weer iets totaal anders gaan doen? Of willen jullie met de volgende episode gewoon weer lekker verder zien gaan aan het strand? Dat vind ik namelijk ook wel een prioriteit. Want ik wil natuurlijk het strand binnenkort ook wel echt af hebben, zoals jullie misschien wel begrijpen. Dat is namelijk ook wel belangrijk. Kijk, hier kan ik uiteindelijk, kijk, hier kan ik dus allemaal zand op gaan plaatsen. Heb ik nog zand bij me? Ik heb nog zand bij me. Kijk, dan kan ik namelijk dit doen. Hoppakee. Ik vind het namelijk ook wel belangrijk om dit te hebben. Anders is het ook weer zo retarded, zeg maar. Als we helemaal niks hebben waar we overheen kunnen lopen. Hoppakee. Nou, dit ziet er mooi uit. En ik wou nog een klein zwembadje maken. Dat zouden we hier wel kunnen doen eigenlijk. Laten we hier zo het zwembadje maken. Dus dat we dit zeg maar zo doen. Kijk, hoppakeetje. En dan kunnen we hier dus het zwembadje maken. Dat lijkt me denk ik wel een goed idee. Hebben we nou gewoon, moet ik wel van quartz doen? Want dan heb je eigenlijk een soort van extra zwembadje. Mensen zeiden het ook al. Van, ja, je bent natuurlijk wel bij het strand. Maar dan heb je een soort van, I don't know. Gewoon een extra zwembadje vind ik een leuk idee. Ik heb alleen nog wat zand nodig. Dat zou ik hier wel kunnen doen. Alleen lijkt het me wel een handig idee. Oh nee, ik weet wat we gaan doen. We gaan een jacuzzi maken. Ja jongens, ik weet wat we gaan doen. We gaan een jacuzzi maken. Dat is alles. Mie komt een jacuzzi. We gaan hier onder allemaal lava plaatsen. Even kijken hoe we dat het best kunnen doen. Want als we hier namelijk een jacuzzi maken. Ja, we gaan hier een jacuzzi maken. Dus dit. Oké, dan moeten we namelijk eerst hieronder. Moeten we dus wel wat dieper. Of wat dieper is het niet zozeer. Dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel. Kijk, dan gaan we hier namelijk onder. Gaan we een jacuzzi maken. Voor de mensen die denken: joh, hoe ga je dat doen? Dan ga ik eigenlijk gewoon hier een heel erg groot. Hier. En dit moet zeg maar een soort van hol worden. Dus er moet zeg maar hier nog één blokje naar beneden gemined worden. Zodat je dit krijgt. Even kijken of dat hier kan. Huh? Ik had net toch al geplaatst. Nou, ik zal jullie even laten zien. Ik ga hier dus, dit ga ik dus gewoon verdubbelen zo. En er komt hier dus eigenlijk gewoon een soort van, hier wordt dus een jacuzzi gebouwd uiteindelijk. En daar komt dus eigenlijk gewoon glas overheen. Dus je hebt hier eigenlijk een soort van, hoe kan ik dat, op welke manier? Nee, hij moet nog dieper zelfs. Hij moet nog dieper. Wacht even. Ik heb misschien een beter idee. Misschien kunnen we die jacuzzi het best hier plaatsen. Of kan dat niet? Nee, we moeten hem dan toch wel hier plaatsen. Dat is denk ik wel de beste manier. Want dan zou ik namelijk zeg maar dit gewoon hier kunnen gebruiken. Waar je lekker kunt zitten op een bankje. Daaronder zit je glas. En daaronder kun je dus lava zien. Je ziet dat het eigenlijk gewoon een soort van verwarmd wordt. Dus er moet glas boven het lava. Maar dat gaat heel moeilijk worden. Ik weet niet hoe we dat het best kunnen gaan doen. Maar we moeten even kijken wat daar de beste manier voor is eigenlijk. Daarom denk ik dat we hem hier niet beter kunnen doen. Maar dat we hem beter op een plekje kunnen doen. Waarbij het iets makkelijker is om het te maken. Maar ja, waar is dat plekje? Want dan zouden we dit namelijk. Laten we dit eerst nog even invullen met zand. En dan kunnen we daarna kijken of we hier wel een jacuzzi willen maken of ergens anders. Want ik wou sowieso nog een jacuzzi en een zwembadje hebben. Maar ja, een jacuzzi is over het is allemaal leuk en aardig. Maar waar gaan we die maken? Want hier is het heel erg moeilijk om een jacuzzi namelijk te gaan maken. Dat kunnen we beter op een gedeelte doen waar al vaste grond onder zit. En dat we dat zelf niet meer hoeven te gaan maken. Want dat is niet echt erg handig. Dus ik doe eerst even, vul ik dit even snel in. Dat is namelijk sowieso handig om te doen. Hoppakee. Ik denk niet dat we hier genoeg zand voor gaan hebben trouwens. Of ja, wel net wel. Nee, net niet denk ik eigenlijk. Hoppakee, als dit namelijk ingevuld is, zitten we eigenlijk gelijk alweer met een probleempje minder. Want dit moet namelijk wel even ingevuld worden natuurlijk, anders ziet het er ook weer zo skeer uit. Zo. En dan moet ik even kijken, heb ik nog zand over? Ik geloof het eigenlijk niet. Nee, ik heb geen zand meer over. Dat is ook balen. Nou, dan neem ik nog even drie. Ik moet even drie dingetjes zand verzamelen, anders is het ook weer zo lelijk, weet je wel. Dan kunnen we hier beneden wel vinden zand. Oké, mooi zo. Maar wat me namelijk best wel een vet idee leek, is om eigenlijk gewoon een soort van just een jacuzzi te gaan maken. Ja, dat klinkt allemaal wel heel leuk en aardig, maar waar maken we het best een jacuzzi? Dat is een beetje de vraag. Want ik heb namelijk wel een idee hoe we een jacuzzi kunnen maken, maar waar we hem moeten maken, dat is natuurlijk nog een beetje de vraag van vandaag. We zouden hem hier kunnen maken. Maar wat is hier? Hier is niets. Maar dan moeten we hier wel allemaal zand omheen doen. Kijk, hier zouden we hem best kunnen maken. Nee, wacht. Even kijken, want hier wil ik hem wel maken. Alleen. Zo ja, kijk, hier zouden we best denk ik wel een jacuzzi kunnen maken. Als we dit gewoon weghalen, is vaste ondergrond. En we gaan dit zo meteen. Ja, dan hebben we wel heel erg rennen met jacuzzi. Maar dan zouden we dit tot en met dit. Ja, dat wordt een beetje moeilijk, want ik wil het eigenlijk echt op het strand hebben, die jacuzzi. Anders doen we het strand tot en met hier. Dan doen we tot en met hier. Tot en met hier doen we het strand. Ja, dat zit hier ook al. Dat is in principe geen dom idee. Laten we dat dus houden. Oké, dan haal ik de dikte er even verder met dirt, want dat maken we later wel. Zo. Het hoeft ook niet echt een hele grote jacuzzi te gaan worden, maar het moet natuurlijk wel een aardige jacuzzi zijn. Zo, ik denk dat dit wel vet is. Nou, wat we dan doen, hier komt het lava. Of nee, hier komt het glas. En hier komt het lava.
Oké, ja, dat moet in principe wel goed gaan komen. Dat moet in principe wel lukken. Dat lijkt me best wel een vet idee, jongens, een jacuzzi. Heel veel mensen hadden het geloof ik ook een keer geschreven in de comments. Ja, maar dan moet ik hem trouwens wel gaan maken met quartz. Dat lijkt me trouwens wel, oeh, nice iron. Want quartz ziet hier denk ik wel het best uit, als ik eerlijk mag zijn. Dus moeten we het wel echt gaan maken met quartz. Dat moet ik dus nog even gaan verzamelen in de nether binnenkort. Want ik heb namelijk niet meer zoveel quartz. Ja, of met wol. Maar wol lijkt me echt handig met lava. Ik weet niet of ik het echt door kan komen, maar you never know, weet je. You never know. Voor hetzelfde gaat het verkeerd en dan heb ik het weer aan de... Heb ik het weer gedaan, weet je wel. Want ja, ik kan natuurlijk ook niet zo heel erg goed omgaan met lava, zoals jullie misschien wel weten. Net zoals met TNT. Dus kunnen we beter proberen te voorkomen. Oké, dan doen we dit even dicht, hoppakee. En dan ga ik het weer even uitminen. Ik heb jeuk aan mijn neus, joh. Oh, het is wat vervelend om jeuk aan je neus te hebben tijdens een opname. Dat is echt... Samen met niezen, hooikoorts tijdens een opname is echt enorm vervelend. Ik moet altijd nog even wat meer eten, wil ik echt alles restoren. Zo, oké. Nou, dit ziet er ebbies uit. Ik heb echt geen idee wat dit hier is. Dus laten we dat maar even achterwege houden. Zo, en dan moet dit ook nog even weg. Oh, kut. Oké, dat is een beetje balen. Ik weet niet of dat overal zo is. Is dat overal zo? Oh, nee, dat is niet overal zo. Dat is alleen maar hier. Oké, dan. Oh, en hier. Oh, precies weer bij het laatste blokje wat ik weghak is dat natuurlijk ook weer. Zo, oké, deze weer mogen weg. En als het goed is, is dat... Oh my god, ik haat mijn leven. Ik wist het. Ik had het kunnen verwachten. Ik had het serieus kunnen verwachten. Zo, en dan doen we dit weg. En dan deze weer weg. En dan maken we hier dus de jacuzzi. Hier komt dus lava onder. Dan komt hier glas onder. Heb ik nog glas bij me? Ja. Dan komt hier dus glas zo. En daaronder het lava. En dan hebben we eigenlijk gewoon een jacuzzi. Dus ik ga het hierbij laten voor deze episode. Want het is geloof ik alweer een vrij lange episode geworden. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Als jullie even op dat blauwe duimpje knallen. En even abonneren op Doe Maar Gamen. Ben ik natuurlijk helemaal tevreden. En ik ga gelijk even iemand in de Book of Fame zetten. Want dat hebben we namelijk ook nog niet gedaan. Dit is echt de eerste keer dat ik de Book of Fame ook daadwerkelijk niet bij me heb. Of heb ik hem wel bij me? Oh, ja, heb ik hem wel bij me. Op een of andere manier zie ik dat ding echt elke keer over het hoofd. In ieder geval, degene die er vandaag in komt, dat is. En natuurlijk moest ik weer Survival Island wegklikken. Ik heb namelijk normaal gesproken, omdat ik geen twee schermen heb, heb ik Survival Island eigenlijk altijd aanstaan. Maar nu was ik dus net even aan het zoeken naar een cocktail. Dus was een beetje nadelig. Maar dat maakt niet uit. Degene die ik er vandaag in ga zetten, dat is. En ik had hem net al in mijn hoofd. Oh ja, dat is Game Tower NL. Dat is natuurlijk niet zijn echte naam. Zo'n beetje raar zijn als je moeder en je vader je Game Tower noemen. Maar zo nu, dan zet ik ook gewoon eens een kanaalnaam van iemand erin. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken voor deze nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Voel me natuurlijk even een blauw duimpje achter. Zorg er natuurlijk ook even voor dat je mij nog leuke ontwerpen stuurt voor bepaalde dingen die je kan bouwen op Survival Island. Namelijk iemand, doe maar gamen. @gmail.com in het onderwerp Survival Island. Je kunt mij dan altijd screenshots sturen van verschillende perspectieven van hetgene wat jij wilt dat ik ga bouwen. Voor de rest, laat even weten in de comments of jullie willen dat ik weer een keer een survival serie ga doen op Doe Maar Gamen. Of niet zozeer weer een keer, maar dat ik de survival serie op Doe Maar Gamen weer ga hervatten. Voor de rest hoop ik dat jullie massaal dat blauwe duimpje klikken. En dat jullie natuurlijk elke keer om 3 uur en om 5 uur. En natuurlijk om 7 uur, want dan wordt Survival Island geüpload. Klaar zitten voor een nieuwe video hier op Doe Maar Gamen. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met een nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Hier op Doe Maar Gamen. En dan zeg ik... Ciao!